hoe mooi mijn schoenen waren. 139 euro. Daar heb ik er graag voor over. Dat kan wel eens weggegooid geld zijn. Want volgens de onderzoeker maakt het niet uit of je nu een schoen van 15 of 139 euro koopt. Het merk en type zeggen niets over de kans op blessures. Er blijkt in de wetenschappelijke literatuur geen bewijs te zijn dat dure hardloopschoenen beter zijn dan goedkope hardloopschoenen. Ik denk dat een heleboel hardlopers vergeten dat de belangrijkste oorzaak van een hardloopblessure overbelasting is. En zo, factoren zoals hardloopschoenen, ondergrond, man of vrouw, lichaamsgewicht of ondergrond, dat maakt niet zoveel uit. Het is met name de overbelasting die vaak de problemen geeft. Goede sportschoenen, die veren, zolveert. En als je nagaat dat tijdens het hardlopen je je eigen gewicht ongeveer 3 keer, 4 keer moet verdubbelen, of verviervoudigen dus eigenlijk, dan weet je wat er op je benen en op je knieën komt te staan. En als dat gewicht enigszins opgevangen wordt door een verende zool, dan voorkom je daar zeker blessures mee. Nee, daar is geen bewijs voor. Het is natuurlijk in de afgelopen tijd heel erg gegroeid vanuit de marketing, vanuit de hardloopfabrikanten. Volgens Bredeweg hebben fabrikanten van hardloopschoenen consumenten misleid. Je zou verwachten dat de schoenenverkopers de conclusie van het onderzoek afwijzen. Maar in deze gespecialiseerde zaak zijn ze het er eigenlijk wel mee eens. Klopt. Kijk, blessures kun je voorkomen door overbelasting te voorkomen. En dat betekent dus dat je een schoen moet aanmeten bij een hardloper. Je kunt niet willekeurig een schoen van de wand pakken. Je zult toch rekening moeten houden met zijn lichaamsgewicht, zijn loopstijl, eventueel het sportverleden. En bij de een is de 100 euro schoen goed en bij de ander kom je op een 160 euro schoen. Ondanks het onderzoek blijven sommige hardlopers gewoon geloven in een dure schoen. Ja, ik heb het graag voor over. Ik wil graag blessurevrij blijven. Dus goed advies, goede schoenen. Ja, ik denk dat het heel erg waard is.